Het is vandaag, geachte kijkers, vrijdag 18 oktober. De mensen verzamelen zich op de hoek van de Vermuntstraat en het Gelint, want zo dadelijk wordt hier het startschot gegeven voor de bouw van de Vroonte. Vier huizen langs de Vermuntstraat en een appartementencomplex met daarin 14 appartementen zullen hier binnen de kortste keren verrijzen. Zo dadelijk wordt dat startschot gegeven door wethouder Koppes. En ik heb begrepen dat ook Geert Geerts het een en ander gaat vertellen. Dus wij zullen luisteren. Ik kan u vast vertellen in ieder geval dat de Vroonte komt van het feit dat de Vermuntstraat vroeger, voor 1550, de Vroondijk heette. En rechtstreeks de Peel inliep. De Vroonte die men heette Peel. Oftewel, de woeste grond die men de Peel noemde. Ja, eigenlijk was dat lintdorpje Gemert, dat was hier al ten einde. Vandaar dat dit toch wel een heel historische plek is. We gaan kijken. Ik wens jullie allemaal van harte welkom bij dit bijzonder moment. Het maakt het extra bijzonder omdat we afgelopen 4,5 jaar heel hard gewerkt hebben aan deze plek. Dat was niet te zien, maar het was veel praten, veel tekeningen, veel varianten, veel onderzoeken. En een heel traject met van alle handen partijen. We hebben natuurlijk de architect, de constructeur, de bouwer. We hebben natuurlijk de gemeente als gesprekspersoon. En dat heeft erin geresulteerd dat we vandaag staan aan een moment, eventjes stilstaan bij een moment dat het praten voorbij is en dat we echt gaan bouwen. En dat we ook zien dat het dadelijk de grond uitkomt. Voor jullie natuurlijk een prachtig moment, startbouw. Dus de tekeningen die gaan nu werkelijkheid worden. En alles waar we veel over gepraat hebben, dat gaat dadelijk in jullie woning gemaakt worden. We hebben veel met lokale partijen hebben gewerkt. De architect, de constructeur, de aannemer, de notaris. Uiteraard de gemeente. Allemaal partijen die we goed kennen en die de plek goed kennen. En die ook allemaal hetzelfde doel hadden. En dat is het eindresultaat. En dat we, als we straks hier langs wandelen of fietsen, dat we ook denken van God, we hebben een mooi stukje Gemert neergezet. Heel veel partijen die ik wil bedanken, heb ik inmiddels al veel gedaan. Ik wil toch het woord nog eventjes richten naar Manik. Manik is projectleider van de gemeente geweest. Die heeft 4 jaar met mij aan tafel gezeten. Heel veel gepraat. Ooit op scherps van de snede, maar we hebben elkaar altijd met respect gevonden. En Manik, bedankt. Ook leuk, misschien vanuit het gemeentehuis, dat je kunt zien hoe het dadelijk gaat worden. Uiteraard ook bedankt alle bewoners en mensen die hier komen wonen voor het vertrouwen vooraf. En ik weet zeker dat jullie op een fantastische plek in het Gemertse gaan wonen. En we hebben het al veel over gehad, hè. De plek is uniek. Er zijn eigenlijk maar weinig centrumlocaties meer vrij. Je zit in de luwte van het centrum, maar je zit overal op korte afstand bij. Vandaag gaan we startbouw doen. Dat is eventjes stilstaan, zoals ik al zei, bij het moment. En dat wij vandaag het praten en de vergunningen, et cetera, achter ons laten. En dat we gaan bouwen. Hierna geef ik Hanneke Koppes het woord. Daarna zullen we officieel de eerste steen gaan leggen. Hanneke en ik leggen de eerste steen voor het project. Na die eerste steen gaan we officieel proosten op het moment. En dan is er nog een informeel samen zijn om elkaar eventjes de hand te schudden of de buurman of vrouw te ontmoeten. En nog wat door te spreken wellicht. Ik wens jullie veel plezier vanmiddag, vanavond en we gaan er een mooi moment van maken. Hanneke. Ja, dankjewel Geert. Ik mag als wethouder met woningbouw in de portefeuille ook even kort het woord tot u richten. Geert heeft het al een paar keer benoemd. 4 jaar lang is er gepraat over dit project. Voor mij is dit project inmiddels in mijn geheugen gegrift als het project VTG. Dat klinkt heel erg cryptisch, maar we hebben dit project gebruikt als voorbeeld voor de woningbouwversnelling. We hebben een grote woningbouwambitie. We gaan 2400 woningen bouwen in Gemert-Bakel in de komende 10 jaar.
Maar we merkten dat af en toe die woningbouw maar niet van de grond wilde komen. Want wij hebben als gemeente stapels met beleidsstukken. En dat moet allemaal op zo'n plan van toepassing zijn. Dat zorgt ervoor dat zo'n plan lastig te realiseren is. Bij ons is dat dit project specifiek als voorbeeld genomen om in ieder geval alle partijen die nodig zijn om zoiets tot stand te laten komen. Te laten zien van, maar als we dit met z'n allen opleggen op een dergelijk project, komt het niet van de grond, wordt er geen enkele woning gebouwd in Gemert-Bakel. Dus voor mij is het VTG. Gelukkig met de naam Vroonte klopt het zelfs ook nog helemaal. Ik ben blij dat we vandaag de eerste steen gaan leggen van dit mooie project. 18 woningen die hier gerealiseerd worden, waar volgens mij mensen een hartstikke mooie plek weten te vinden. Dankzij dit project hebben we ook een stukje van de centrumvisie kunnen realiseren als het gaat om het aanpakken van de kruising die daarachter ligt. Het was een heel onlogische kruising. Door middel van de inrichting hebben we daar nu ook een oplossing voor weten te krijgen. Ik wil in ieder geval namens de gemeente ook de toekomstige bewoners vast heel veel woongeluk wensen op deze plek. De projectontwikkelaren, bouwbedrijven en alle betrokken ondernemers hierbij, succes met de bouw. Ik weet dat er best wel een strakke planning is om dit te realiseren. En ik denk dat we hier echt een mooi stukje centrum Gemert mee realiseren. Dank u wel. Heb ik niet helemaal goed gekeken. Heb je goed gekeken? Doe je? Goed. Het is moeilijker als je denkt. Helemaal goed. Je weet nooit wat. Snijtjes. Nou, gelukkig. De trossel ter hand willen nemen, nu is het kans, hè? Dat mag. Dus dat mag, zeker. Ja. Heel goed. Heel goed, Groen. Ik heb hier een steen gelegd. Wacht, dan zal ik een beetje op de jacht. Van je links? Ja? Wacht, dan doe je het een speetje door, ja? Helemaal lekker. Nee, dan wordt dat niks. Leg hem allemaal aan de draad. Ja? Goed zo. Oh, ja. Kijk zo. Ik kan hier nou liggen. Leg hem dan maar op. Zo recht? Ja, leg hem dan maar op. Aan de draad. Beetje wiegelen. Zo. Schrijven. Ja, goed. Kijk, helemaal goed. Ja, hier een beetje verspreiden. Goed zo. Ja. Nou dan. Beetje schuiven. Even een beetje schuiven. Ja, even hoogkomen. Dan moet je even aan de draad komen. Duim er tussenuit doen. Dan kun je zo kijken. Dan ligt het zo goed. Ja. Ja, zo ja. Schuif hem maar gewoon op zijn plek schuiven. Helemaal goed. Dankjewel. Tot morgen. Nou, die heeft vaker gedaan. Die heeft vaker gedaan. Dat doen we wel, hè. Die solliciteert. Als de metselaar ziek is, dan kunnen we hem bellen. Ja, is goed? Dat is prima. Maar wij zitten ja. Als in de stad. Ja, een kleine verpast van ons. Nou, kijk. Ja, perfecto. Yes. Okay.